Goedendag, fijn dat u weer kijkt naar GPTV. Leni het Hart is samen met inwoners van Termunten in Oost-Groningen bezig met de oprichting van een zeehondencrash. De internationaal gedecoreerde zeehondenmoeder woont zelf in het dorp en is straks ongetwijfeld het stralende middelpunt van de crash die bij het plaatselijke visrestaurant wordt gerealiseerd. Leni vertelde ons haar verhaal op de zeedijk achter haar woning. Het wemelt daar van de zeehonden in de Dollard op de grens met Duitsland. Leni, ga je nou weer een zeehondencrash beginnen? Ja, geweldig. Hè? Weer in mijn achtertuin. Dat zou wel geweldig zijn. 10 jaar zonder vergunning. Nee, het is niet helemaal zo precies. Maar ik zoek een veilige haven voor zeehonden. Er liggen hier zeehonden achter ons. Als je die nou vindt, een huiler hier, wat doe je daar dan mee vanuit de Dollard? Nou, die gaat niet naar Pieterburen. Want daar is het niet goed voor de zeehond. Hun beleid, dat is niet goed voor het dier. Dus wat ik nu doe, ik help de mensen hier in, deze regio, ook in het dorp waar ik zelfs woon, om de vergunning te krijgen, want ze hebben nog steeds geen vergunning, zodat ik ook een plek heb als ik een zeehond vind, want ik loop hier de hele zomer langs en ik vind die huilers en die wil ik naar een veilige haven, waar ik zeker weet, daar doen ze het goed met de zeehonden. Waar gaan ze nu heen vanuit, ja, bijna de Duitse grens? Ja, we hebben een OZO, Oranje zal overwinnen. Ondergrondse zeehondenorganisatie hebben we. Dus dat, maar ze komen wel ergens. Maar het is, ik vind dat dat open en bloot moet en dat je niet ondergronds moet. Het is gewoon, zijn verschillende scholen, zo kun je het bijna noemen. Dat zijn verschillende groepen. De een wil de zeehond helpen om het willen van het dier. En de andere die doen het omwille van een hele grote groep zeehonden. Nou, daar staat zeehond niet nummer 1. En wij willen de school, dat heeft de minister ook gezegd. Ze zegt, er moet ruimte zijn voor beide scholen. Maar de vergunning blijft maar uit. Dus ik zei, jongens, ik wil gewoon een goede plek voor zeehonden. Waar ik, als ik een zeehond vind en mijn netwerk overal op Ameland, op Terschelling, op Schiermonnikoog, op Vlieland. Die willen gewoon naar een veilige haven. En daarom moet er een nieuwe opvang komen op Terschelling. Waarschijnlijk ook nog een in Den Helder. En hier een in dit gebied. En dat moet gewoon, daar moet de minister gewoon vergunning voor geven. Kijk, de zeehondenopvangcentra moeten voldoen aan de voorwaarden. En daarin, ik weet dat er een strijd is. Ik heb ook met mensen gesproken. Hè, omdat ik het zelf heel jammer vind dat er is. En ik ook probeer vanuit de redenering te werken dat als mensen aan de voorwaarden voldoen, of ze nou van de ene of de andere school zijn, om het maar even zo te zeggen, dan moet er ruimte voor zijn. En dan geven we dus ook een vergunning. En nieuwe initiatieven die dus voldoen, die krijgen ook gewoon een ontheffing. Hè? En dat vind ik belangrijk. Maar dat is iets anders dan vanuit zeg maar, de Rijksoverheid heel precies te gaan aanwijzen. Ik vind ook echt dat we de verschillende centra moeten eigenlijk toch een beetje moeten pushen om met elkaar samen te werken en elkaar niet tegen te werken. Ik heb begrepen dat in de tuin bij de visboer komt, hè? Ja, nou, dat is een visboer met heel veel in het dorp. Dat is een landman, die zit ook in het bestuur en die heeft een hele grote hal. En die heeft hij beschikbaar gesteld en hij heeft ook een hele lap grond achter zijn huis waar het ook mag. En er zijn allemaal al gesprekken met de gemeente en zo. Iedereen is enthousiast, behalve de staatssecretaris komt niet met een vergunning. Nou, ik zei, jongens, ik ga meehelpen. Volgend jaar moet het gewoon, het moet zo snel mogelijk gewoon goed geregeld zijn. En dat de mensen niet allemaal stiekem, het lijken wel stiekem, de operatie stiekem bij het ministerie. Maar je concurreert nu eigenlijk je eigen levenswerk. Nee, joh, mijn levenswerk is de zeehond. En ik vecht voor de zeehond en dat zal ik mijn hele leven doen voor een eerlijk omgaan met het dier. Het dier was bij mij altijd nummer 1. En weet je wat ik zo erg vind? Dat er heel veel mensen denken dat ik nog de Pieterburen steun. Dus het beleid van Pieterburen, dat is niet zo. Dus deze mensen, ja, dat geld wordt op een andere manier gebruikt. Dus die denken nog steeds dat ze het aan mij geven. Maar ze geven het aan een organisatie die een andere visie heeft. Je mag een andere visie hebben, prima. Maar dan moeten de mensen die jou geld geven, moeten dat ook duidelijk. Moet dat duidelijk zijn. Jongens, wij denken anders over. Ik hoorde zelfs iemand daarvan zeggen van een ding. Een zeehond is geen ding. Dat kan gewoon niet. Nou, ik steun de mensen die echt Stellendam draait. Dat loopt. Maar die hebben geen ruimte genoeg. Dus ze moeten er gewoon meer plekken bij hebben. Terschelling is al heel ver. Hier zijn ze al heel ver. Morgen kunnen we beginnen. En ik sta voorop. Ben jij niet te lief voor de zeehonden?
Nou, ik steek altijd wel mijn nek uit. Ik vind prachtige beesten. Maar ik vecht niet alleen voor de zeehond. Ik vecht op dit moment tegen een mentaliteit van onverschilligheid. En ik zie dat er een trend is in onze samenleving van onverschilligheid naar dieren. Kijk naar de Oostvaardersplassen. Ik zet me nu ook in om daar verandering in te brengen. Kijk eens wat er met de asielen. Je mag een egeltje met drie pootjes mag je niet vrijlaten, maar in mijn vier wil. Nou, belachelijk. Dat moet gewoon kunnen. En overal zijn regels, regels, regels. En die regels zijn niet meer in het belang van het dier. En ik vind dat je het dier moet redden omwille van het dier. Dat was ook in de wet opgenomen zelfs. Wanneer is er in Termunte een zeehondencrash? Nou, van mij morgen. Maar er moet nog even toestemming komen van de staatssecretaris. Maar ze voldoen aan alle eisen, heb ik begrepen. Maar er zijn nogal stromingen in ons land. En dat zijn de mensen die voor de populatie gaan. Die vinden het individu niks. En die zeggen, er zijn toch genoeg van die dingen. Laat ze maar doodgaan. Nou, tegen die groep ben je aan het vechten. En daarom help ik ook de mensen die het voor het dier doen. En ik heb de populatie een gezicht gegeven door één dier te redden. Nou, kijk eens wat er nu net gebeurd is met dat ene kind op tv. Daardoor wordt alles geholpen. En heel veel mensen. En dat is met die zeehond precies zo. Ik doe dat over de hele wereld. Ik doe dat in Rusland, in Iran en in Groenland. Overal. Dat het gebied krijgt een gezicht. Hier, moet eens kijken. Komen hier 30.000 mensen kijken. Alleen naar die zeehond. Maar dat komt alleen. Ik heb de zeehond in Nederland op de kaart gezet. En anders was er nooit wat gebeurd. En ik moet nu weer van begin af aan beginnen. Nou, ik begin gewoon weer met mijn wasstijl in de tuin. Maar die meneer van de NVWA die schreef mij, Leni, dat moet je maar niet doen. Want dan moet de NVWA optreden tegen jou. Ik zei dus. Misschien ben ik dan al mijn onderscheidingen ook wel kwijt. Goed, wordt vervolgd. Dankjewel.